Wat fijn dat jij hiernaar kijkt of luistert. Ik heb um, laatst een heel bijzonder gesprek gehad met Annemiek over het verlies van onze dochter Isalou. En um, ja, echt zo bijzonder om na vier jaar weer eventjes terug te blikken, want het is gewoon alweer vier jaar geleden. Um, ja, ik, ik werd door haar uitgenodigd en ik hoefde geen moment te twijfelen. Ik dacht, ja, ik wil dit uh, delen. Hier. hier sta ik zeker voor open. En. Um, ja, Ik weet namelijk dat ik destijds, toen het gebeurd was, en ik daar ook over heb gedeeld op mijn eigen social media-kanalen, maar ook met mijn podcast en YouTube, dat ik daar heel veel andere vrouwen mee heb kunnen helpen. Uh, of die, die daar steun uit hebben gehaald op de een of andere manier, of die zich niet alleen voelden, ook in het, ja, in het heftige proces wat er, wat er gewoon gaande is als je natuurlijk je kindje verliest. Um, dus ja, ik, uh, ik mag van uh, Annemiek dit uh, gesprek ook met je delen. Uh, Nogmaals, een openhartig gesprek. Ik, uh, ik neem je helemaal mee in nou ja, van eigenlijk het stukje zwangerschap, onbezorgde zwangerschap tot um, ja, het moment dat mijn vriezen blaak, braken op de toilet, midden in de nacht. Totaal onverwachts tot uh, ja, het moment dat ik ging bevallen en ook de periode daarna. Inmiddels heeft Isalou, onze dochter een prachtig plekje gekregen. In deze mooie sterrenvaas. Mijn vriendin Gem, daar vertel ik ook nog wel wat over. Die heeft dit voor ons ontwikkeld. Gemaakt. En ze verkoopt ze nu ook. Um, ik zal in de beschrijving ook eventjes een linkje daarnaar sturen. Um, maar ik dacht dat is nog wel even mooi om te laten zien. Want die had ik toen natuurlijk niet bij me. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je denkt. Oh wauw. Wat voor urn heb je dan nu gevonden? Uh, nou deze dus. Um, ik zou zeggen. Uh, ja ga, uh, ga er lekker voor zitten. Want het is best wel een lang gesprek geworden. Um, maar ik ben heel blij dat ik het uh, op deze manier ook kan delen. En ook hoop ik hiermee ja, andere vrouwen die misschien in dezelfde uh, fase zitten, zeg maar, om ze hoop te geven, dat je, ook al zit je misschien nu in een diepteal, dat er weer licht is. En um, dat je, je zeker weer je leven kan oppakken na het verlies van, uh, van je kindje. Of, of, of misschien is het wel iets anders wat je hebt meegemaakt. Welkom Marlou. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent, ja, leuk dat ik hier mocht mag zijn. Ja. ja, hoe zit je er vandaag bij? Goed, ja, ik voel me lekker. Ik uh, heb heerlijk mezelf een hotel-cadeau uh, of een hotelovernachting in cadeau gedaan, dus uh, ja, ik ben lekker. Uh, ik zit lekker in mijn vel. Oh, fijn, ja, mooi om te horen. Ja, ja, en heerlijk. hè? Zo dus we even lekker tijd voor jezelf. Ja, en, uh, ja, ik dacht, ja. Dan ga ik mooi eventjes uh, combineren. Gisteren moest ik hier ook zijn, dus uh, denk uh, waarom heen en weer rijden als ik ook gewoon even lekker uh, mezelf kan vinden met een hotelovernachting. Ja, <laughs> wat fijn. Ja. Hoe zag jouw leven eruit voor het verlies? Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik was toen ook al ondernemer. Ik ben uh, inmiddels elf jaar uh, ondernemer. Um, ik was vooral altijd heel hard aan het werk en um, ik wilde wel heel graag vrijheid. Um, ik werkte ook samen met een Business coach. Uh, ik had ja, toen nog maar een jaar geleden de switch gemaakt naar uh, uh, online coaching-programma's. Dus ik, uh, ik had mijn uh, allereerste online training. Ik gaf heel vaak live webinars. Um, uh, ja, stond heel vaak aan. Was heel erg wel ook al zichtbaar op social media. Uh, maar was vooral heel erg uh, ja, hard aan het rennen, eigenlijk. Hmm. Ja. ja, doorgaan en ja, knallen. Knallen. Ja, 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 knallen, ja. Ja, knallen dat is denk ik wel. <laughs> ja, 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 en ik, ik vond het hartstikke leuk wat ik deed hoor, maar um, ik had elke keer wel van die overtuigende dacht van ja, het zou eigenlijk wel lekker zijn om niet meer wekelijks die webinars allemaal live te hoeven doen, want ik gaf wel echt twee of drie live dan tijdens een lancering. Hmm. En um, maar dacht ik, ja, dan gaan mensen vast minder snel iets kopen, dan gaat het vast minder. Um, dus ja, ik deed ze elke keer maar uh, gewoon live. Dus uh, regelmatig had ik dan weer een lancering van mijn programma. En dan uh, ja, was altijd wel uh, vrij intens, laat ik het zo zeggen. Ook wel heel leuk. Maar uh, nou ja, je geeft zelf ook webinars natuurlijk. Ja, dus, ja uh, het is heel intens. Uh, ja. Je ja. geeft alles wat je hebt. Ja. 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 Dus dat, 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 zo ervaar ik het ook. Dat ik daar een webinar moet echt even bij komen. Ja. Dat het... Uh, je, al je voelsprieten staan open, je ja. gaat... Dus je was veel aan het geven, als ik ja. het zo hoor. Ja, zeker. Ja. ja. En um, kun je vertellen over het verlies? Ja. Um, ja, god, waar zou ik beginnen? <laughs> ja. Ik was, op het moment uh... dat je zwanger ja, op een gegeven moment... Um, dacht je nou, ik ben klaar om moeder te worden. Ja. En, um, ja ja uh, ik werd uh, zwanger uit het hele verhaal en toen zou ook verder niet uh, was vrij uh, uh, nah. de eerste ik moest wel een lang ontpillen maar uiteindelijk uh, werd was ik ineens een soort van zwanger voor mijn gevoel bij de eerste ik ben niet daarvoor nog ongesteld geweest zeg maar hmm. dus het was echt een soort van huh? oh oké okay. um, maar gewoon hartstikke super blij en um, ja aan het genieten van de zwangerschappen We waren nog op Babymoon geweest naar Zuid-Afrika. Oh, heerlijk. Ja, ja. En uh, ja, daar kwam ik echt tot rust. Um, en ik merkte ook echt dat mijn buik toen enorm was gegroeid. Dat is ook grappig, want in die tijd vlogde ik, dat vergeet ik helemaal. Het voelt echt een soort van, soms voelt het een beetje als een vorig leven of zo. Zeg maar, voor de, uh, het verlies van uh, onze dochter en daarna. Maar ik vlogde toen ook nog heel veel. Um, want ik heb. Uh, naast de business coaching had ik ook nog daarvoor deed ik wat influencerwerk en uh, had ik een platform waar ik dus ook veel met YouTube deed. Uh, dus ik heb die hele reis ook nog gevlogd. Mm. En um, ja, je ziet ook gewoon die buik die ging enorm groeien omdat ik soort van tot rust kwam natuurlijk. En uh, ja, ik was uh, uh, richting de 24 weken zwangerschap. En um, ja, toen uh, uh, de dag uh, voordat het misging, zeg maar. Werd ik gebeld door uh, mijn moeder. Die zei van nou, oma uh, gaat heel slecht. Oma gaat uh, overlijden. Uh, die lag al op sterven. Dus um, de vraag of ik nog uh, samen met mijn zus nog afscheid wilde nemen. Dus uh, dat hebben we gedaan. Die avond zijn we daarheen gegaan. En um, ja, hebben we afscheid genomen. En toen uh, kwam ik thuis. Had ik heel veel buikpijn. Uh, nou, gaan slapen. En ik dacht, oké, okay, wat een buikpijn. Wat, wat is dit nou? Mm. En, uh, maar goed, ik dacht, ja, ff, waarschijnlijk reageert mijn lichaam gewoon omdat het natuurlijk wel emotioneel was en verdrietig. En, uh, of ja, ik dacht eigenlijk misschien ook gewoon uh, diarree of zo, ja, weet ik veel. Echt krampen. Ja. Um, en midden in de nacht werd het zo erg dat ik naar de wc ging. En uh, ja, toen ineens braken mijn vliezen. Zo. En was het één grote golf water. En ik gilde het uit en ik dacht, wat is dit? En uh, Jeroen, mijn vriend, die kwam daar aangerend. Die zei, wat is er? Ik zeg, uh, dit is niet goed. Ik zag ook direct bloedverlies. Dus ik zei, opvangen, opvangen, een be bekertje. Uh, dat was een soort van mijn eerste reactie. Uh, ik moet vruchtwater opvangen om te kijken. Ja, ik had daarvoor een vriendin die... Uh, ook haar vliezen waren vroeg geboren. Of uh, gebroken. En uh, zij vertelde dan dat je dat, 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 dat moest opvangen. Dus daar heb ik dat ergens opgeslagen. Uh, direct gebeld. En um, ja, toen zeiden dus, ze uh, van... Uh, uh, komen er aan. Ja, even goed nadenken. Het is inmiddels 2019. Ja. Um, ja, toen kwam er iemand aan inderdaad. En die dacht eerst nog van, die bleef heel rustig. En die zei van, nou, uh, ja, uh, ik weet niet zeker of het vruchtwater is. Um, was ook een beetje lastig te zien omdat er ook al bloed bij zat natuurlijk. Um, dus, nou, toen zei ze, ga toch maar naar het ziekenhuis voor de zekerheid. En daar. Uh, uh, oh, dat was een hele lange weg naar, naar die uh, afdeling. En ik verloor nog steeds uh, allemaal vocht. En uh, ik had helemaal niks ook. Dat had zij ook helemaal niet gezegd. Dat dat nog kon gebeuren. Dus ja, dat was echt verschrikkelijk. En ik ook niet bedacht van. Uh, normaal gesproken, als je verder in je zwangerschap bent. Dan denk je. Oh, nee, mijn muntje mee. Ik ga gewoon met een uh, rolstoel. Ach, um, maar ja. goed. Dus ik liep daar echt. Uh, ik zei, nou, uh, lekker dit. En toen kwam ik daar. En. Ik, ja, ik weet nog dat ik in de auto zat daar naartoe, en toen dacht ik, shit, dit is mis. Ik wist wel dat het mis was, maar ik dacht wel van, nou ja, dan de uh, rest van mijn zwangerschap wordt gewoon plat liggen. Um, die wintersportvakantie die gepland staat, uh, nou jammer. Uh, maar, ja. Ik had wel zoiets van, ah, het komt nog wel goed of zo. En ik was, die hele zwangerschap was ik heel onbevangen eigenlijk wel. Helemaal niet bang over dat het mis zou kunnen gaan, eigenlijk geen moment over nagedacht. Uh, natuurlijk denk je wel eventjes van, oh ja, bij bepaalde echo's van als het maar goed is. Maar ja, we hadden ook al twintig weken echt en zo natuurlijk gehad, dat allemaal goed was. En um, ja, toen uh, gingen ze kijken en toen bleek inderdaad dat mijn, uh, mijn vliezen waren er gebroken... en dat al het vluchtgelaten weg was. Dus, um, en dat zelfs al een voetje door de baarmoedermond was. Dus die bevalling was al uh, op gang gekomen. En dat was slecht nieuws, want uh, ja, daardoor konden ze niet... Uh, ja, heb je een open verbinding en... Moest ik gaan bevallen. Hmm. Dus uh, met spoed, met de ambulance naar het andere ziekenhuis overgebracht. En uh, ja, daar met allemaal artsen uh, praten wat de opties waren. En uh, ja, ik had WRM's gekregen, zodat we het nog eventjes uh, uh, konden stoppen, zeg maar. Um, maar ja, en dan hoor je wat de kansen zijn. En de kans was natuurlijk super groot dat ze kwam te overlijden als, uh, als ik moest gaan bevallen. Um, ze konden er nog wel WRM's nog langer geven, dat we het gingen uitstellen, uitstellen. Maar um, ja, dan was de kans alsnog op een het kindje was gewoon super groot dat het mis zou gaan. En um, ja, toen moesten we een keuze maken van ja, wat gaan we doen? En uh, ja, toen dus nou hebben we wel ja, besloten van nou. De natuur heeft blijkbaar gekozen dat die bevalling nu begint. Dus um, ja, laten we maar gewoon. Uh, de natuur zijn gang laten gaan zeg maar, dus WRM is uh, gestopt en uh, ja, s ochtends in de belde ik mijn ouders en mijn moeder zei ja, wat bel je vroeg? Ja, we zijn op, op weg naar oma, want die gaat nu echt overlijden. Ik zei oké, okay, uh, ik ga bevallen uh, en dat gaat we waarschijnlijk gaat ons dochtertje ook overlijden, want uh, ja, het was echt heel bizar. Wow. Dus ik zei nou, ja, ga maar naar oma, want die wilde niet alleen sterven en um, ja, toen hebben wij onze schoonouders of mijn schoonouders dan gebeld. Zij dus kwamen naar het ziekenhuis. Ja, dat was twee uur rijden voor hun. Maar ik wist ook niet wanneer het zou gebeuren. Dus het was heel gek. Die WRM's waren eraf. En ja, daar lag ik dan. Ik dacht, ja, gaat het, kan het nog vandaag gebeuren? Of, of pas over een paar dagen? Dat was heel onduidelijk. Um, ja, en toen s'avonds begon het weer. Uh, en uh, toen uiteindelijk uh, is. Uh, en toen was net Jurre, uh, mijn vriend zeg maar, met uh, mijn schoonmoeder even uh, naar huis om wat te eten. En toen heb ik gebeld, toen kwamen ze terug. En toen, uh, ja, toen ging het gebeuren. Ja. Uh, en even later uh, heb je een uh, kindje gebaard. Uh, die echt veel te klein is, uh, maar waar je direct zielsveel van houdt. En ja, het was wel heel raar, want ze kwam er wel echt zo, ja, een soort van levenloos uit. Dus ik dacht eigenlijk ook dat ze al was overleden. En ineens zag ik soort van, de, zeg maar dat haar borst op en neer ging, dat ze nog een soort van ademteug deed. Dus um, ja, vond ik ook wel weer heel mooi of zo. En we hadden allemaal foto's gemaakt met, uh, tenminste dat zeiden ze van maak foto's ook voor je verwerking. En die zijn allemaal met de iPhone in de live modus gemaakt. Dus die kon ik allemaal nog weer terugspelen. En dan hoor je ook mij op een gegeven moment zeggen: oh God, ze leeft nog, omdat ik dus dat uh, zo zag. En dus even later ging ze voelen of uh, luisteren naar het hartje. En toen was ze uh, ja, overleden. Mm. En dan kom je ineens in een uh, ja, hele slechte film terecht. En ja. wat ja, snel gaat het dan? Ook. Heel snel, ja. Het is echt bizar. En al die keuzes die je moet maken: van hoe heet ze? Nou, we hadden al een naam. Maar we dachten, oh. ja, die naam gaan we die nu geven? Of willen we die nog bewaren voor eventueel toch nog een volgend kindje? En um, ja, dat was. Bijzonder, want jawel, Isa hadden we hadden Isa, dat was hem niet de naam die we dan uiteindelijk zouden geven, maar dat voelde ineens heel goed. Ze dus jullie ja, dan wil ik ook Lou erachter. Dat hadden we ook al wel ergens een optie, zeg maar in de notities van de iPhone staan. En het was ja, Isa, Lou vind ik heel mooi dat we wel ook nog Lou met de verwijzing naar haar sterke mama hmm. uh, erin hebben. Dus dat voelde heel goed. En toen uh, konden we kiezen voor wateropbaring, dus kregen we haar mee in een bakje water. Heel raar trouwens, want ze hadden verder niks om dat te bedekken, dus op een gegeven moment. Ging ik dat ziekenhuis oh. uit in een rolstoel met een bakje water? Met mijn echt waar, met een lijkje. Ja, ja. dus ik heb maar gewoon mijn er overheen gedaan, dat was echt uh, heel apart. Maar die waterbaring was wel heel mooi, dus we konden haar echt nog een aantal dagen thuis gewoon zien. En ik heb allemaal foto's ervan gemaakt en filmpjes van dichtbij. Dat ja, dat is de enige tastbare herinnering natuurlijk die je nog hebt. Ja, maar door dus in het water bleef ze wel heel mooi. Mm -hmm. Dus dat vond ik uh, ja, wel heel fijn. Mm. Ja. Dus je bent eens in Zuid-Afrika, de babymoon, nog even samen. Ja. Je komt thuis en dan hoor je het al van je oma, wat natuurlijk al mega ja. indrukwekkend is. En ja. dan s'avonds is het bij jou ineens helemaal een rollercoaster. En zit je ineens in een rolstoel met ja. je babytje in ja. water. Ja. Ja. Op je schoot ja. naar buiten. Ja. ja, echt bizar. Echt bizar. Dat ja. ik de volgende ochtend ook wakker werd en dat ik zei. Zeg alsjeblieft dat dit een slechte nachtmerrie was. Het ging ja. zo snel. Ik dacht echt: wat, wat is hier allemaal gebeurd? Is het echt, ik kon het gewoon niet bevatten. Nee, dat snap ik. Nee. Dat gaat zo snel van het ja. een naar het ander. Ja. Want hoe ging de bevalling zelf dan? Was dat? Want het was natuurlijk ook je eerste bevalling. Ja. ja. En je eerst een voetje. Dus dat, ja, ja, dat, dat was dan... zo raar. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, uh, moest ik heel nodig plassen. Ja, en ik mocht niet meer naar de wc. Ik lag aan allemaal slangetjes en zo. Dus ik moest op dat bed... Uh, ja, ik treed wel een beetje in details, hoor. Ja. Uh, moest ik, zeg maar, in een soort van pan moest ik plassen. En ik keek en ik zag gewoon dat voetje van haar er al uitbungelen op een Ach, gegeven moment. Dat, was ja. echt, dat beeld vergeet ik ook nooit meer. Hmm. Um, ja, ik weet niet, die bevalling zelf ging eigenlijk wel ja, redelijk oké, okay, ja. Ik wist wel, op een gegeven moment voelde ik me ik op handen en knieën. Ik had hem helemaal nog niet ingelezen over bevallingen. Maar nee. ik voelde wel heel sterk. Dit komt goed, ik weet wel hoe dit moet. Het gaat, uh, ja. En het was ook heel bijzonder, want er was een wisseling van de wacht, zeg maar, van de artsen. En uh, ineens kwam die nieuwe arts. Ik zei: Hé, hey, Sophie. Zij zei: huh? Oh nee, dat nou, was dus iemand die ik kende van vroeger. Uh, die heeft mijn bevalling dus ook uh, begeleid. En dat was. Ja, dat voelde ook heel goed. Ze zei, oh ja, als je het niet fijn vindt dat uh, ik, dan moet je het zeggen. Maar uh, ja, ik weet niet, dat was ook wel heel bijzonder of zo. Dat het ineens uh, ja, een bekend iemand van vroeger die dan uh, dat uh, mag begeleiden. Ja. En um, ze zei wel van, ja, zo is heel raar. Want in het begin heb je waarschijnlijk wel weeën nog. Um, maar ze vertelde al wel dat ik die persweeën waarschijnlijk niet echt zou krijgen. Dus dat ik het echt op eigen kracht zou moeten doen, zeg maar. Dus... Ja, het ging niet zoals vanzelf dat het zo uit uh, ging, zeg maar. Ze dus we hebben wel nog even hard voor moeten werken. Ja. Maar um, ja, die bevalling zelf kijk ik op zich wel positief op terug. Ja, ja. En toen heb jij dus mee naar huis genomen. En had je toen al nagedacht over een bepaald uh, afscheid? Of een, uh... Ja, en dan komt dan ineens al die keuzes inderdaad van wat ga je doen? En uh, ja, we hebben een uh, uitvaart. Uh, uh... Mevrouw, hoe noem je dat? Ja, een uitvaartbegeleider ja. of een ondernemer, ja. Ja, die kwam mm. langs en die vertelde de opties en die kwam met een map mm. met allemaal zaaltjes. En ja, Jur en ik zeiden tegen elkaar: Dit voelt echt niet goed om zo, uh, weet je, we doen het gewoon, we, we hebben een mooie veranda achter het huis. We willen gewoon in kleine kring gewoon een, zelf een dienst dan in onze veranda doen. Ja. En uh, met alleen uh, ja, de me mensen die dichtst bij ons staan, zeg maar. Uh, ja, muziek uitgezocht. Dat ging, ja, het voelt soort van als vanzelf. Het is echt heel bijzonder hoe dat allemaal is gegaan. Ik weet nog dat ik, ik heb dus toen ook al die beelden nog gemaakt van haar. En uh, ja, echt. Ik heb zelfs nog een vlogje zitten editen van die babymoon. En dat ik dacht, ja, hoe mooi is het als we dit dan ook kunnen laten zien tijdens of na, na die dienst, zeg maar. De, om die beelden met elkaar te delen van onze laatste reis nog samen. Um, dat ik nu ook echt denk, hé, hoe heb ik dat allemaal gedaan? En die muziek. En... Ja. ja Ik weet niet, het was alsof je helemaal open staat of zo. En heel intuïtief gewoon alles, al die keuzes gemaakt. Um, ja, een gedicht geschreven. Ik voelde ook heel sterk, ik wilde het delen. Dus uh, een podcast over opgenomen. En vanuit die podcast heb ik dus ook uiteindelijk nog een video... De, al mijn beelden eronder gezet van de babymoon en van haar. Uh, ja, ik weet niet, dat... Heel Intuïtief heb ik dat allemaal gedaan en heb ik ja, dus ook op een gegeven moment. Ik deelde natuurlijk heel veel via social media ook over mijn zwangerschap. Uh, dus eerst, natuurlijk heel lang nog even offline geweest. En toen kreeg ik wel berichtjes van mensen: gaat alles wel goed met jou? Dus mensen hmm. dachten: is er iets aan de hand of zo? Ik zat midden in een lancering uh, op die dag dat ik zou gaan bevallen. Um, dus ik zou een live webinar moeten geven. Dus ik heb uh, iemand uit mijn team gebeld en gezegd: Dit gaat nu niet, doe maar een replay. Uh, want ja, dat was uh, de enige optie die ik nog had. Uh, zodat ik niet al die mensen moest teleurstellen. Uh, dus ik ben ook wel heel veel offline geweest en uiteindelijk, dus wel ook gedeeld. En uh, ja. Heel veel mooie reacties gehad van mensen. En dat sterkte me ook heel erg. Het was echt... Ik werd bedolven onder de kaartjes, cadeautjes, bloemen van mensen... die ik helemaal niet kende, maar die mij... die het gevoel hadden dat ze mij kenden... omdat ze mij al zo lang volgden. En um, ja... Gewoon uh, ja, bizar. Het is zo'n gekke tijd allemaal. En uiteindelijk... Uh, um, ja, business-wise was het mijn allerbeste maand ooit met die replays. Dat ik dacht... Oké, okay, het kan dus toch? Ja, inderdaad. Ook <laughs> ik werd gewoon stef, gedwongen. Ja. ja, dus dat was voor mij ook een game changer. Dat ik dacht: kijk, okay, ik ga het nu echt anders doen. Um, ja, en, en, en privé was het natuurlijk de slechtste maand ooit. Uh, echt in een diep dal. Um, maar ja, wel uh, ja. Ook heel mooi om zo die liefde te ervaren van iedereen om je heen. En die dienst was ook echt prachtig. Heb ik ook nog gefilmd. Uh, dus dat kunnen we ook nog steeds terugkijken en uh, ja iedereen zei het was ook echt zo mooi het was ook een hele mooie dag met sneeuw buiten en uh, ja ja dat, uh, dat was een beetje het verhaal eigenlijk rondom uh, het verlies zeg maar en, ja. en je oma wanneer en zij is dan ook rond die ja, tijd op dezelfde dag dus op ja. dezelfde dag ja ja, bijzonder, hè? En ook wel een heel mooi idee of zo, dat ja. ze samen naar boven gaan. Of, ja. of heb je daar andere ideeën bij? Nee, ik vond dat ook wel heel mooi. Ja. Ja. Ja, dat is wel... Uh, ik weet niet, dat voelde op een of andere manier juist wel uh, heel goed of zo. Ja. Ja. En toen was ook de uitvaart van je oma natuurlijk ook gewoon enkele dagen later. Ja, die was ook nog, ja, wel oh, vreselijk. Ja, dat was echt, uh, ja... Ook heel raar eigenlijk. Dus uh, eerst uh, was, ja, was die dag erna of zo, denk ik. Of volgens mij hadden wij vrijdag van Isalou en toen maandag van mijn oma. Mm. Dus ja, daar heb ik ook nog uh, gesproken op die... Uh, ja, vreselijk. Uh, dat had ik anders denk ik ook nooit gedaan. Maar ja, dat voelde ook goed om te doen of zo. Dus um, ja... Dat was een hele erge, heel, heel erg emotionele rollercoaster, die no. hele periode. Ja. ja, en dan is ja. er de uitvaart van je oma achter de rug en dan kom je weer thuis. En dan lijkt me ook echt dat dan, uh... ja, hoe is dat? Dan kom je weer thuis en is uh... Lou is dan natuurlijk ook echt weg, hè? Ja, haar... ja. Qua, qua lichaampje ja. en uh... uitvaart van je oma achter de rug. Ja. Ja, en dan begint het natuurlijk het hele rouwproces. Ja. En het besef. Ik denk in het begin, de eerste week, waren, werden we ook echt wel heel erg geleefd, soort van. Mm -hmm. um, ja, en daarna was echt wel het besef-moment van shit. Wat heftig, uh, wat ons eigenlijk is overkomen. En uh, ik weet nog dat ik een hele grote jure had: een hele grote uh, rode ballon met een heel groot hart. Zo'n heliumballon in het ziekenhuis voor mij gekocht. Ach. Ja, en die hing. Aan haar wiegje. Die heeft er ook nog heel lang gestaan. Um, ik heb heel veel, we hebben zo'n hoekbank heel veel op de, uh, in die hoek van de bank gezeten. En dan, ja, op de een of andere manier was dat soort van mijn anker of zo. Dat ik dacht elke keer ging ik dan contact maken. Ja, het klinkt misschien heel stom, zeverig, maar met die ballon, zo van, nou, alsof ik dan op die manier nog contact met haar kon maken. En dan stelde ik vragen en dan was het echt, als, nou ja, wat had ik dan bedacht als die ballon dan zo ging, van links naar rechts, zeg maar dan was het ja en uh, uh, als het stil bleef of zo dan was het nee het antwoord um, ja dat was uh, ik weet nog altijd die ballon ging op een gegeven moment ook ja hij heeft het nog heel lang gedaan op een gegeven moment werd dat, ja ging die leeg natuurlijk dus heb ik het nog een keer geprobeerd om daar uh, lucht bij te blazen en toen dacht ik ook ja op een gegeven moment ging dat wiegje dan naar boven met die ballon. Ik kreeg toevallig laatst nog een berichtje van iemand die zei... oh ja, dat weet ik nog zo goed. Elke keer dat ik dan langs je huis reed, dan zag ik... blijkbaar vanaf de weg zag je dan nog die ballon zo in die kamer ook. Uh, Ach, ja. Dat de andere mensen, daar was ik natuurlijk allemaal niet bewust van. Um, ja, dat ook nog hadden gezien, zeg maar. En uh, ja, op een gegeven moment was die ballon... Ja, dat is, ik weet niet, ook wel zo'n moment in de... Yeah, in het rouw dat je denkt oké okay, ja ik heb nu de ballon ook niet meer nodig um, ook weer een stapje verder of zo in het proces maar het was ja het was wel heel intens er stond dus nog die wintersportvakantie uh, stond uh, zes weken daarna nog gepland um, en ik dacht wel van, ja ik voelde wel goed om daar wel gewoon heen te gaan met vrienden was dat maar ja die vrienden had een kleine baby ik dacht ook wel, pff, dat is ook wel heel heftig. Want dan zit je ineens een hele week in een huisje met vrienden die wel een baby hebben, zeg maar. Ja, en al die eerste keren, de eerste keer naar de supermarkt gaan. Ik zag alleen maar moeders met baby's. Ik weet niet of jij dat uh, herkent. Maar uh, ja, dat vond ik heel confronterend. Hmm. Had ik van tevoren ook niet zo... Uh, ja, ik weet nog dat ik dacht... Alsof iedereen het weet of zo, maar niemand weet het natuurlijk. Uh, maar ik ging best wel, ja... Ik voelde me best wel een soort van even slachtoffer of zo. Ja, ja ik voelde me wel heel zielig. Ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg naar. Ja. En, uh, en bij ons Gilde, denk ik, dat wij een Jana al hadden. Ja. Dat misschien wel. Dat ja. heb ik ook altijd gezegd, van ik kan mijn moedergevoel kwijt. Ja. En daarom als ik andere baby's zag, dacht ik ook aan Jana als baby. Mm. Dus dat, dat oh Ja, dat is misschien <coughs> wel net even anders, inderdaad. Ja, want ja, je bent moeder geworden. Ja. Ja, ik, had, ik had vreselijke stuwing. Nou. Alles kwam gewoon op gang. Zo bezonder. ja, zorgen, weet ja. je. Je wil... Ja. Dus die leegte, dat is natuurlijk dan wel heel erg intens. Ja. Dat het dan... Uh, ja. Het kamertje is leeg. Ja. Het kamertje is leeg. Je buik is leeg. Ja. Uh, mijn borsten waren vol. Ja. <laughs> ja. Ja, echt... Uh, Alles ja. komt gewoon op gang. Ja. Dus we zijn toen nog wel die week ook op windsport geweest. En... Um, ja ik weet nog wat, dat die vriend van mij die drukte gewoon die baby in mijn armen en ik ging daar van tevoren had ik daar wel over nagedacht van oh ja wat zou dan een moment zijn iemand schreef dat ook op Instagram naar mij van, ik had het natuurlijk gedeeld dus ik kreeg heel veel verhalen van mensen en uh, ja want eerlijk gezegd toen mij dat was overkomen ik dacht echt huh? gebeurt dit is ja. het überhaupt een mogelijkheid is dit vaker uh, nou ja dan ga je een beetje googelen en dan kom je er toch wel achter dat het inderdaad helaas wel vaker gebeurt maar ja, ik had zo'n appje op mijn telefoon die zegt... nou, vanaf 24 weken is je baby levensvatbaar. Dus ja, ik had er echt... Had, die optie was niet in mij opgekomen, zeg maar. Maar um, dat ik ook wel verhalen kreeg van mensen die zeiden van... ja, ik heb zo lang nog geen andere baby kunnen vasthouden. En dan ga je ineens voor jezelf ook denken van... oh ja, hoe zou ik dat dan vinden? En wanneer gaat dat moment voor mij zijn? Dus aan de ene kant was het heel fijn om dingen te kunnen delen. Maar ik merkte ook op een gegeven moment wel... Um, dat ik soort van ja, dingen die anderen zeiden, dan dacht van oké, okay, dus dat hoort er dan nu ook bij. Dus de, moet ik dan ook zo daarnaar kijken of zo? Ja dat je dat onbewust gaat overnemen of zo. Maar goed, die baby werd ja. gewoon in mijn arm gedrukt. En toen dacht ik ook, oké, okay, nou dat is ook wel goed. Of zo. En de volgende ochtend zaten we aan het ontbijt. En die baby was helemaal gek aan het doen. En uh, ja, zaten we met z'n allen daar zo. En ik dacht echt. Oh, als ik daar nu over nadenk, dat vliegt me nog steeds aan. Het was zo intens dat ik dacht. Ja, dit moment met zo'n baby aan tafel, dat gaan wij gewoon niet krijgen nu, nee. voorlopig. Nee. En ik voelde me echt vreselijk die hele week. Het was zo, dat ik dacht, ja, ik ging ook wel de piste op, maar ik was, ik was er gewoon niet. Nee. Ik kon me ook niet focussen. Ik dacht alleen maar, pff, hoe ga ik deze berg afkomen, zeg maar? Wat, wat doe ik hier eigenlijk? En ja, die emoties, ik, dat was ook echt heel intens en vermoeiend natuurlijk. Dus ik lag ook heel vaak gewoon smiddags daar op de bank. Ik zei van ja, ik moet echt even slapen of zo. Ik, ja, sowieso heel veel. In het begin, natuurlijk, heel veel geslapen. Dat het zo, ja, die emoties, dat vermoeit gewoon enorm. En um, ik had ergens heel intuïtief, kwam er een vlog op mijn pad. En uh, ik doe nooit meer aan winacties. dat is echt helemaal niet mijn ding. Maar dat ging over een retreat op Ibiza. En dat voelde zo goed, dat kon je dan winnen. En ik dacht, nou, weet je wat. Ik, laat ik eens gek doen, ik ga gewoon een reactie achterlaten. En toen op die winstsport kreeg ik een berichtje dat ik had gewonnen. En toen dacht oh. ik echt, oh wauw, dit is echt wat ik nodig heb. Ja, want ik ging wel toch best wel, echt wel... Uh, ja, in die slachtofferronk. Ik vond het gewoon best wel heel erg pittig. Ik dacht wel van, ik voelde me echt wel een beetje deprie, zeg maar. Ik dacht, hoe ga ik hier uitkomen? Hmm. Terwijl ik best wel positief ben ingesteld, zeg maar. Maar uh, ja, het was ook lastig, want mijn vriend die... Heeft natuurlijk, weer had weer zijn eigen rouwproces en het leek dat het bij hem wat makkelijker ging. En ik dacht al van ja, dit is echt wat ik nodig heb. Dat lijkt me echt fijn om gewoon even een week zo um, ja, gewoon voor mezelf naar dat heerlijke eiland. En uh, ja, was ook wel een spiritueel retreat. Dus um, ik dacht gewoon helemaal naar binnen keren. En, uh, ja, dat was echt, echt healing. Dat is het enige woord wat ik eigenlijk uh, ja, het goede woord wat ik daar aan kan geven. Echt een cadeau wat dan ineens. Ja. In een diep dal, letterlijk. Ja, ja letterlijk. Ja. 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 Echt zo even op je pad komt. Ja. 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 Dan heeft alles ook echt wel een reden. Hè? Dat is ja. echt op dat moment krijg je dat bericht. Ja. Ja, ja supermooi was dat. En ook echt, uh, ja, daar heb ik echt connectie met haar weer gevoeld. En ik weet nog dat ik ook een reiki-massage... Alles kwam er gewoon uit. Ja, dat moet natuurlijk ook. Maar uh, zij had mij een roze uh, steen gegeven, een rooskwarts. Ze dus zei ja, dit is om jouw hart te helen en uh, ga hiermee mediteren. En ja, ik was natuurlijk het vertrouwen in mijn lichaam ook kwijt. Dus ik, uh, ik was helemaal nog niet weer ongesteld geworden. En ik dacht ook ja, ik was natuurlijk tien maanden lang of zo aan het ontpillen geweest voordat ik überhaupt zwanger werd. Dus ik had op een gegeven moment, dacht ik ook wel van ja, hoe zit dit? Weet je wel, en toen was ik ineens zwanger bij de, blijkbaar bij de eerste beste ijsprong. Maar ik dacht wel van ja, ga ik nu weer ongesteld worden? Kan ik nog weer zwanger worden? Ja, weet ik veel. Misschien ja. is mijn lichaam... Uh, ja, mijn lichaam liep me in de steek, zeg maar. En toen ging ik mediteren met die steen. En daarna ging ik naar het toilet. En toen was ik weer voor het eerst ongesteld geworden ja, op dat retreat. Echt waar? Ja, ja. Dus wow. toen dacht ik ook, oh wauw. Zie je, mijn lichaam werkt nog. Wauw, <laughs> wow, bijzonder zeg. Ja, ja. Zo, so moet je nagaan hoe alles met elkaar verbonden ja, is. Ja, echt heel bijzonder. Wow. En mijn eerste gedachte toen we haar hadden verloren was... Ik wil nu weer zwanger worden. Ja. Ik dacht, uh, ik, ik wil het niet kwijt. Ik wil, ik, maar dat mocht niet. Dus we kregen het advies van de arts om minimaal een half jaar te wachten. Mm -hmm. um, ja, ook wel heel dubbel. Maar ik dacht wel van ja, om de kans op herhaling te verkleinen is dat uh, toch het beste. Dus dat hebben we wel gedaan. En toen was ik er weer klaar van. Dan denk je nou... Kom maar door. Ja. Ja, dat ging natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Dus het was nog o, nou ook wel eventjes een proces. Je denkt van, nou uh, ja, loslaten, vertrouwen. Uiteindelijk is het wel gewoon, uh, ja, gelukkig weer gebeurd. Maar pff, vreselijk om er zo obsessief ineens mee bezig. Ik had al gezegd, ik wil er niet obsessief mee bezig zijn. Maar ja, je wilt het zo graag. Dus dan op een gegeven moment ga je wel allemaal van die testjes kopen voor de ijsprong. Uh, wanneer het kan, zeg maar. En uh, is ineens een soort van beladen iets. Ja, en ook de, de, het onbezorgen is er ineens vanaf. Tenminste, dus dat, dat zo heb ik het wel ervaren. Ik weet niet, hoe heb jij dat ervaren? Iedereen zei tegen mij, ja, een zwangerschap zal nooit meer hetzelfde zijn. Um, en ik had wel voor mezelf heel erg de intentie gezet van... Tuurlijk, het gaat niet hetzelfde zijn. Die onbezorgdheid is er vanaf. Maar ik ga wel echt proberen hier toch van te genieten. Hmm. Want ik vond het zwangerschijn heel erg leuk. Die eerste keer was ik ook echt aan het genieten. Ja. Um, dus ik heb er ook echt wel van kunnen genieten. Wel nog een aantal. Ik had wel zeg maar als ik iets voelde, mocht ik altijd het ziekenhuis bellen. Dus ik ben nog wel drie keer naar het ziekenhuis door geweest. Van oeh, uh, heb ik misschien. Uh, dan dacht ik dat ik misschien vruchtwater had verloren. Of voel ik een steek in mijn buik. Dat was wel heel fijn dat ze dan gewoon even konden kijken. Um, dus ja, het was niet helemaal onbezorgd. Maar. Toch wel door zo duidelijk die intentie te zetten. En uh, ja, ik ben ook helemaal uh, met mezelf aan de slag gegaan. En echt, echt spiritueel ook weer ontwikkeld. En veel meer vanuit vertrouwen. En ja, gewoon ik, zo anders in het leven gaan staan. En ook echt denken mm. van ja, heel leuk als jullie dit allemaal zeggen. Maar uh, ik heb een keuze. En ook met, met het hele rouwproces. Ik heb een keuze of ik laat me hier helemaal. Ik ga echt helemaal. Nog verder, zeg maar, die slachtofferrol in en echt het hele verdriet uh, in. Of ik kies ervoor om te kijken hoe ik hier ja, toch op een andere manier mee om kan gaan. En uh, ja, echt wel. Ja, na de zwangerschap is er wel een hele andere Malou voor teruggekomen, denk ik. Die veel uh, bewuster vooral in het leven staat. En ook echt wel ja, bewust wel proberen toch te genieten van die zwangerschap. Ja. ja. Mooi dat je daar ook aan over kon geven. Ja. ja. En ook wel denk ik door die reis naar Ibiza, dat het ook ja. wel. Ja, dat je daar ook wel. Het klinkt wel alsof je daar ook wel iets vertrouwen vond in het leven. Ja. En in ja. jezelf. Ja, en ook. Ja, kijken naar de signalen die op je pad komen. en Zo weet je wel dat ik denk van ja, alles gebeurt met een reden. En dat, dat, dat ik dat retreat had gewonnen. En nou ja, er zijn nog veel meer dingetjes uh, die toen gebeurden. Dat ik echt dacht, wauw. Uh, ja alles gebeurt gewoon het is niet uh, ja en ook natuurlijk het is verdrietig als zoiets gebeurt maar nu kan ik ook echt wel inzien uh, ja dat hierdoor ik wel weer een soort van uh, ja mezelf uh, ja een ander niveau in mezelf of zo ja ik weet niet hoe ik het ja. moet ik omschrijven maar ik ben echt gegroeid door dit proces ja ja door ja, ja. die diepte ja heb je echt wel meer van jezelf leren kennen? Ja, zeker. Ja, want bij ons was alles... Alles ging altijd makkelijk en... Uh, of nou ja, makkelijk, maar... Ik had nooit echt iets heftigs meegemaakt. Natuurlijk wel opa verloren en oma, andere oma ook verloren, maar... Um, ja, niet zo iets heftigs als dit. Dus uh, we zeiden ook, ja, ieder huisje heeft een kruisje. En nu heeft hij van ons er ook één. Ja. Ja. Precies. Ja. Ja, mooi ook, die groei daarin. En... Um... Hoe, je, je zei net al even dat jouw uh, vriend of man... Ja, het is officieel mijn man. We mijn zijn man. ook getrouwd. Maar oh, we nee. gaan dit jaar, deze zomer nog echt trouwen. We zijn in coronatijd getrouwd. Oh, oké. We zijn klein en ja. rug. Ja. Ja, maar toen was het toch mijn vriend. Inmiddels is het wel mijn man, ja. Die ging er anders mee om dan dat uh, jij ermee omging. Ja. Waar, waar zag je dat verschil met name in? Nou, ja, ik had op een gegeven moment echt zoiets van... Ik weet nog dat ik hem ook die vraag stelde van... Denk je nog wel elke dag aan haar? Dat zei hij nee, eigenlijk niet. Het voelde alsof hij er veel makkelijker overheen kon stappen of zo. Toen dacht ik echt: wow, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Um, ja, en dat voelde ook wel soms ook wel een beetje eenzaam of zo. In dat ik dacht: van ja, het is wel heel fijn voor hem, maar uh, ja, ik had ook wel echt mijn eigen proces, zeg maar. Ja, heel anders dan die van hem. Ja. Ik nog ja. dat ik terugkwam van die pizza. En uh, er stond een kinderverjaardag op de planning. En voordat ik naar Ibiza ging, zei ik echt... Jurre zei van, uh, nou ja, ga toch gewoon naar die verjaardag. Ik zei, we gaan toch gewoon naar die verjaardag? Hoe denk je dat dat voor mij is, een kinderverjaardag? Ik trek dat echt niet, zei ik. Dan zit ik daar met al die kinderen, al die moeders, blij te zijn. Terwijl ik net mijn kind heb verloren. Ik zei, ja, dat, dat, dat kan ik niet aan, zei ik. Hij wel. Maar toen ik terugkwam van Ibiza, dacht ik, ja, ik kan dit aan. Hmm. Ik ga erheen en... Uh, ja dat was ook echt uh, ja dat voelde toen ineens ook prima Tuurlijk, het was wel ik heb wel even een momentje gehad dat ik dacht slik weet je wel maar ik kan dit en uh, ja het wel losgekoppeld zeg maar om ook blij te kunnen zijn voor anderen en verjaardagen en zo van andere kinderen dat niet direct helemaal te koppelen aan je eigen verhaal en daar een soort van uh, ja weer een extra verhaal aan te koppelen waardoor jij weer Jezelf file gaat vinden, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Dus vanaf dat moment. Uh, kon ik dat soort dingen ook. En natuurlijk, ik zou echt wel eerlijk zijn. Ik heb ook echt wel nog wel verjaardagen gehad. Want wij waren eigenlijk de laatste in de vriendengroep. die een kindje kregen. Dus we hadden ook dat we dan zo'n hele dag bij een strand. met alle kinderen. dat we alle verjaardagen. van al die kinderen gingen vieren. Nou, dat vond ik toch nog wel eventjes pittig weer, hoor. Dan moet ik eerlijk zeggen. Dat ik echt dacht, ja. Niemand had eraan gedacht om... Ja, logisch. Maar ik dacht wel van... Ja, ik heb ook een kindje. Ze is hier nu niet. Dus ze is misschien niet jaren geweest. Maar ik dacht wel van... Nou, jammer. Of zo. Ja. En uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment wel een vriendin toen naar me toe kwam... Dat ze zei van... Nou, gaat het wel? Toen dus dacht ik wel van... Nou ja, gelukkig. Iemand denkt er nog aan. Maar dat, ja, dat zijn allemaal van die momenten waar je, waar je even doorheen moet of zo. Dus ja, ik ben, wel, ik ben er zeker sterker uitgekomen. En Ibiza, dat retreat en... Die hele, uh, dat hele proces van mezelf uh, door meer naar binnen te keren, zeg maar, heeft me echt geholpen. Maar ja, er zijn echt nog wel momenten geweest dat ik echt even, uh, dat ik het toch ook zwaar weer heb gehad. Ja, en waarschijnlijk nog steeds dat er soms triggers zijn. Dat je iets... Uh, ja, heb je nog wel zeggen, scherpe randjes? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk niet echt. Nee. Nee, toen natuurlijk elke keer op een jaardag, uh, nu dit jaar, zou ze vier zijn geworden. Ja. Als ik dan een kaartje krijg met een bepaalde tekst, dat raakt me dan. En dan vind ja. ik het ook belangrijk of zo, om wel even. Um, ja, dan pak ik die beelden er weer bij. En dan krijg ik dat gevoel weer helemaal terug. Dus dan kan ik ook echt nog wel een traantje laten. Um, maar het is niet uh, dat ik de hele dag me dan heel verdrietig voel. Of uh, nee. Nee, kortere momenten. Ja, ja. even. En, en tussendoor eigenlijk nooit meer. Dat ik, uh, dat ik er heel erg. Uh, nee. Nee. Nee, dat is er nu wel echt vanaf. Ja. Ja, dus we hebben het wel echt uh, een plekje gegeven. Jura had dat sneller gedaan dan ik. Maar uh, ja, dat voelt voor mij ook echt. Ik had op, de, op dat retreat had ik ook een visualisatie dat ik echt voelde van dat ik haar een soort van in mijn hart had gesloten of zo. En dat was. Uh, ja, dat voelt ook wel echt. Ik denk van ja, je bent er niet hier fysiek op aarde. Maar ik voel wel een heel sterke connectie met haar. En dat is wel echt ook heel mooi. Ja. Ja. Je bent haar moeder. Ja. 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 En daarna kwam er dus... Nou, dat noemen ze dan een regenboogkind. Ja, ja. 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 Wat, wat heb jij met die term? Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Want na regen komt zonneschijn. En uh, met regen en zon uh, een regenboog. Um, ja, het voelde ook wel echt van... Nou, dat je vanuit een donkere dal, zeg maar, wordt het weer licht. En ja, kun je ook weer de kleuren zien en... Uh, ja, Ik vind het wel een mooie term, eigenlijk. Ja. ja, ja, en we hebben ons kindje ook Sun genoemd. Oh ja, <laughs> ja, ja, dat was ook wel. Uh, ik dacht, ja, hoe gaan we het nou noemen? Want ja, we hadden natuurlijk nog wel een naam op de reservebank staan, maar dat was voor een uh, meisje. Ja. Dus uh, hoewel die naam ook wel voor een jongen had gekund, maar dat voelde niet, uh, niet goed. En uh, we hadden eigenlijk een andere naam en toen ik was tegelijk zwanger met een andere vriendin en uh, we hadden allebei een naam. En ineens kreeg ik zo'n gevoel van: oh mijn god, straks hebben we dezelfde naam. Ja. En nou ja, het was echt bizar. Want gingen we gingen elkaar wat hints geven. En ik weet nog dat Jurre thuis kwam, omdat hij een avond was geweest met uh, die vriend van ons. En uh, die zei van: uh, uh, ja. Uh, hij had wat hints gegeven. Hij zei, maar dat is serieus Marloes, het kan wel eens zo zijn dat we dezelfde naam hebben. Ik zei, nou, dan moeten we dat nu wel gaan checken met elkaar. Want ja. dan kunnen we nog een andere naam gaan zitten. En wie hebben. was er eerst uitgerekend? Zij. Oh. Ja, ja. ja. Dus zij ook. Ik ben eerder uitgerekend. Het is onze naam. Wij gaan ja. deze naam niet veranderen. Ja. En toen dacht ik ook, nou, dat is ook helemaal goed. Dan is het ook niet onze naam. Ja. ja dus, je moet uh, er dan ook niet aan trekken. Dat is dan gewoon nee. zoals het is. Ja. ja. Toen dus zat ik met een klant, weet ik nog, zat ik op het terras. En toen vertelde ik dat verhaal, dus zij was ook in verwachting. Dus toen zei ik, nou, mocht je nog leuke suggesties hebben voor een naam? Want ik vond een jongensnaam echt lastiger dan een meisjesnaam. Mm -hmm. uh, toen zei ik, dan sta ik er open, dus laat het me weten. En toen kwam ze de volgende dag uh, naar me toe, tijdens uh, nou ja, die live dag, zeg maar, in het toilet. En dus toen zei ze, Marloes, ik ga het toch met je delen. Want een de vriendin van ons heeft een kindje gekregen. En ik vind die naam zo bij jullie passen. Oh. Um, en dat was dus Sun en toen dacht ik oh wat een mooie naam ja wel apart ik moest er wel even aan wennen maar toen dacht ik wel van oh ja ja het voelt ook wel heel goed hij brengt heel veel licht weer in ons leven en uh, ja toen uh, hadden we de naam Sun ja en toen was <laughs> ja. je nog een moeder en ja. had je echt een babytje om voor te zorgen ja 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 geweldig ja heel blij en heel dankbaar dat ik dat uh, toch nog heb mogen meemaken ja ja echt wel ja zeker ja. En hebben jullie bepaalde rituelen om Isalou te herdenken? Of doe je jaarlijks iets? Of... Uh, ja, we hebben dus best wel wat. Uh, ik heb een heel boek met alle foto's die ik dus van haar heb gemaakt. Waar ik dan, uh, zeker in het begin, tijdens de jaardag en de uitgerekende datum... Uh, nog eventjes doorheen bladerde. Dat was ook bijzonder, want ik was dus eerst ook uitgerekend op de verjaardag van mijn oma. Oh, dus was, dat meen je? Ja, dat uh, ja, was ook heel bijzonder. Dus uiteindelijk nog wel twee dagen later weer verplaatst... Dus we, op een gegeven moment zei ze: Oh nee, het is toch niet 11 mei, het is 13 mei. Um, maar goed, die, die 13 mei gingen we in het begin ook nog wel uh, even zo'n moment. Weet je wel, mooi boswandeling maken. En eventjes uh, naar haar foto's kijken, naar haar beelden. Um, en dan ook wel samen met je partner. Ja, ja. Ja, en nu. Uh, deze jaardag voor het eerst dat ik ook zei van... oh, we hebben helemaal niet meer naar die video's gekeken. Of ik heb haar hele foto al. Want het eerste jaar hadden we echt een soort herdenking... met vrienden en familie ook. En dat ik die beelden weer ging laten zien. En dat ze gewoon even iets in het boek konden schrijven. Um, ja, maar nu voelt het ook dat het... Ja, ik weet niet. Ik draai dan zelf nog wel de playlist van de uitvaart, zeg maar. Van de dienst. Uh, dat doe ik af en toe nog wel eens. Dan... Ja, muziek, dat doet ook zoveel met je natuurlijk. Om weer helemaal dat gevoel te krijgen dat is echt bijzonder. Yeah. En ik weet nog, uh, nou, ik ga dus trouwen. En um, uh, ik heb laatst trouwjurk uitgezocht met uh, mijn uh, moeder, schoonmoeder en twee vriendinnen. En ik stond in de jurk waarvan ik echt dacht, oh, dit zou wel eens kunnen zijn. Stond ik uiteindelijk voor de spiegel. En uh, toen kwam er muziek op de radio, Het was gewoon radio. En dat was dus een nummer van Ed Sheeran die we ook tijdens de dienst hadden gedraaid. Perfect. En um, ja, dat was voor mij echt zo'n bevestiging dat ik, ik zei ook: Oh, Ise Lou is er ook bij, weet je wel. Yeah. Dat ik dacht: wauw, dan krijg je helemaal kippenvel. Dus um, ja, vind ik wel heel bijzonder dat we die mooie mu muziek die we toen zo intuïtief hadden gekozen, dat dat soms nog weer terugkomt. En dus op bepaalde dagen, en, uh, ja, zoals op haar jaardag, luister ik daar nog wel naar. En af en toe, uh, ja, in het begin zeker nog wel veel naar de foto's en zo gekeken en de filmpjes. Um, maar nu eigenlijk, uh, nee, eigenlijk doen we dat ook niet meer zoveel. Nee, steeds minder nee. behoefte aan. Ik ben heel verinnerlijkt. Ja, veel en, ja. Uh, ze is ja. er gewoon. Ze is er gewoon. Ik heb een foto van haar in de woonkamer wel staan. We hebben toen een hele mooie foto gemaakt met onze handen en haar handje erin. Um, ja, en daar brand ik wel regelmatig gewoon nog een kaartje, weet je wel. Dat soort dingen doe ik wel. Ja. Even te connecten. en soms wel. Een, ja, dat ik gewoon eventjes contact probeer te maken. Um, ja. ja, maar dat verandert ook wel. Wat hoe oud is Sun nu? Sun uh, wordt uh, bijna twee. Die is bijna In twee. Maart, ja. Oh ja. Ja. Leuk. Ja. Heerlijk, hè, heerlijke leeftijd ook. Ja, ja. zo leuk. Ja, Heerlijk. ja. En nu weet je ook pas wat je hebt gemist. Ik vond het heel bijzonder hoe iedereen met me meeleeft. Dat ik echt dacht, wow. En al die moeders, weet je wel? Maar ja, op dat moment wist ik natuurlijk niet echt wat ik miste, wat het moederschap nou eigenlijk echt inhield. Dus nu besef ja. ik me ook wel van, oh ja. Het is ook wel heel bijzonder. En ik snap ook wel dat je ja, als moeder uh, nog beter kan inleven of zo. Ja. En uh, heb je er wel eens over nagedacht? Of misschien doen jullie dat ook al wel. Hoe, uh, Isalou hoort natuurlijk bij jullie gezin. Mm -hmm. en, uh, um, en jullie zoon ziet natuurlijk ook die foto's staan. En dat je een kaartje brandt. Of misschien ziet hij ook wel eens wat beelden voorbij komen of zo. Is dat... Iets wat er gewoon bij elkaar hoort en waar je eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteedt of ben je daar heel bewust van? Nou, ik werd haar dit jaar, 21 januari dus uh, ineens bewust. Dat ik zei tegen Jurre van, oh, er komt ook een moment dat we dit aan Sun gaan vertellen, weet je wel, dat hij eigenlijk een zusje heeft. Daar ging ik ineens wel een beetje over nadenken. Um, nou ja, dat is nu nog te vroeg. Hij snapt dat nu nog niet. Nee. Maar um, ja, daar gaan we zeker wel uh, gewoon vertellen en open over zijn, natuurlijk. Ja. 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 En ook al door die rituelen ziet hij het natuurlijk ook wel. Van dat, het, ja. dat hij misschien steeds vragen heeft en dat het verhaal daardoor steeds completer wordt, ja. naargelang zijn leeftijd. Ja. Maar dat, het wel gewoon een, ja, gewoon, dat ze er gewoon bij Zo Hoort bij, ja. 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 Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het ook wel belangrijk om haar naam te blijven noemen of zo. Ja, precies. Ja. En ik vind het ook super mooi dat je er ook zo open over deelt. Ja. Ook op je Instagram en alles. Want daardoor, wat jij zelf ook zegt, ik wist niet dat dit kon. Nee. En dat het, nee. het, het gebeurt zo vaak. Ja, en ook zo vaak dat ik berichten krijg van mensen die zeggen, oh ja, een vriendin van mij heeft het meegemaakt of een zus. En waar had jij toen heel veel aan, weet je wel, wat voor cadeau of wat, wat kan ik geven? Ja, um, ja nou ja. Dan denk je ook wel, ja shit, dat gebeurt echt vaak, weet je wel. En uh, er zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel mooie cadeaus, zeg maar, uh, herinneringskisten en dingen. En mijn beste vriendin heb ik dus uh, uh, geïnspireerd om uh, een eigen bedrijf te starten met sterrenfase. Mm. Ja, ook heel mooi. Ik was heel lang op zoek naar een mooie urn voor haar as. En ja, ik vond helemaal niks mooi. En op een gegeven moment dacht ik ook, weet je, ik laat het los. We uh, kregen mee in zo'n kokertje. En toen, heel lang heeft ze nog in zo'n kokertje gestaan. Toen dacht ik, ik vertrouw er ook gewoon op het moment. Ja, dat er iets op ons pad gaat komen. En zij was op inkoop geweest. Had dan een, een, ze was een webshop begonnen met interieuraccessoires en zo. En ik zag een vaas staan. Ik zei: Wauw, wat een mooie vaas. Kunnen we hier niet? Uh, kan je hier niet iets mee dat ik hier. Een, een, dat, dat het een urn wordt of zo? Het was echt zo. Ik zag het helemaal voor me. Dit, ja, een soort van opening aan de bovenkant. En. Die structuur deed me heel erg aan Afrika denken of zo. Oh, mooi. Ja, dus toen heeft ze daar een hele mooie kurk op maat gemaakt met droogbloemetjes erin en een plaatje erop met haar naam. Oh. Wow. En uh, zo was de sterrenvaas uh, geboren. Oh, wat mooi. Ja, want zij wilde altijd iets doen met persoonlijke gifts, maar het kwam niet echt uh, ja, uit wat het nou echt moest worden. En uh, ja, zo is dit uh, ontstaan, dus dat is ook echt super mooi. Wauw, nou misschien ook al wat voor ons, want uh, ja. staat ook nog steeds in een. Uh, ja. een, ja, een ja, gewoon zo'n kookje in dat wat je ja. mee krijgt. Er zit een heel mooi porseleinen potje omheen. Ja. Uh, wat ze erbij deden. Maar nou, niet iets. Absoluut. Oh, maar, maar ik heb precies hetzelfde. Ik dacht van. Ja, ik ga er ook niet zo'n urn neerzetten. Hè? Een standaard urn. Nee. nee, dat voelde voor mij ook niet goed. En ze heeft nu dus haar collectie ook uitgebreid. Ze heeft best wel veel verschillende. De gewoon, weet je wel, dat het er ook gewoon in je interieur past. Dat het niet zo is van. Oh, wow, hier staat een urn. Ja, maar dat. Echt iets moois. Ja. En, uh, en dus gepersonaliseerd. Dus. Um... Ja. Oh, bijzonder. Ja. Nou, maar zo inspireer je dus ook weer mensen. Ja, ja zeker. Met je verhaal en met, he, het, uh, met het verlangen. Ja. ja. Ja, absoluut. Ja. Heel ja. mooi. En uh, wat, welke steun heeft jou echt geholpen? Wat is echt steun dat je zegt, wauw, dat staat me nog zo bij. Dat heb ik al zo fijn ervaren. Mm. Nou, vooral de rust die ik mezelf heb gegund, omdat ik dus altijd zo hard aan het rennen was en aan het werk was, en dat ik ineens ja gewoon echt die tijd voor mezelf heb genomen. Ja, wanneer doe je dat? Nou, ik deed dat echt nooit. Uh, ja, gewoon heel veel gewandeld en natuur en boeken gelezen en uh, ja, ik ben heel erg. Uh, uh, ja, ik weet nog dat ik een intuïtietraining had gedaan, een soort van uh, bij een medium. En uiteindelijk kwam daar ook naar boven dat mijn andere oma hetzelfde had meegemaakt. Mm. Dat is, hadden ze mij nooit verteld. Maar ze zei: Oh, jouw oma die voelt het verdriet van je moederhart, die heeft hetzelfde meegemaakt. En ze, ik zei: Mama, heeft oma. En ze, nee. En toen zei mijn vader vraagt: Nou, volgens mij, heb ik heb wel eens iets gehoord. Nou, het bleek dus, voordat mijn vader werd geboren, dat mijn andere oma dus ook een uh, vroeg geboorte had gehad. Um, ja, weet ik niet, dat heeft me ook wel ergens uh, geholpen of zo, doordat ook uh, ja, weet niet, het allemaal weer uh, met elkaar geconnect of zo. Omdat um, ik dat voelde, ik ook wel dat ik denk van ja, toen was het dus in een schoenendoos gedaan en gewoon weggehaald. Zo van uh, weet je, vroeger gingen ze daar zo anders mee om, yeah. dus het is vooral. Ja, dat, dat delen ook wat voor mij heel helend. was. Om er gewoon wel over te kunnen praten en. Um, ja, dat taboe een beetje te doorbreken. Ja, um, ja. <kijkt> al die. Ja, gewoon al die lieve woorden. Het zit hem soms in hele kleine dingen. Maar die teksten die de mensen. Dat ik Mezelf altijd het best wel slecht dat ik denk, ja, wat voor tekst moet je op zo'n kaart schrijven? Terwijl als ik dan zo'n gedichtje dat voelde. Dat, dat kwam gewoon uit mijn pen of zo, weet je wel? Over haar en over dat verlies. Maar. Ja, ik was echt wel ontroerd door alle mooie teksten en dat mensen precies de juiste woorden wisten te vinden. En ja, uh, ja, vooral de liefde, dat je ook echt heel anders in het leven gaat zijn. Dat je denkt, ja, we zijn er ook als vrienden voor elkaar voor en tegenspoed. En uh, ja ook, ook dit mogen we delen met elkaar. En dat was ook wel. Het heeft ook echt wel de verbinding met vrienden en familie wel. Echt uh, intenser gemaakt. Ja. ja. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Een hele andere laag die het dan ja. raakt. Ja. ja. Ja, zeker. En ja, nu dan uh, soms dat mensen nog wel haar naam zeggen of zo, dan denk ik, oh ja, fijn. Dat is ook wel, ja, ook omdat je erover deelt, weet je wel, maak je het ook voor mensen toegankelijker om er ook over te praten. En um, ja. ja. Ja, dus er zijn heel veel grote en kleine dingen. Uh, die me hebben geholpen eigenlijk, ja, maar vooral ook veel meer naar mijn eigen hart luisteren en wat ik nou eigenlijk wil en uh, veel meer uh, rust ook in mijn leven ingebouwd en connectie met mezelf, met de natuur, met je hogere zelf, uh, met mijn dochter, ja, echt heel bijzonder, hmm. ja, echt helemaal naar de essentie, ja, 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 dat is ook wel echt wat de, ja, als je beseft dat het leven eindig is, mm -hmm. dan uh valt er ook heel veel weg. Ja, en ik doe ook heel veel dingen die ik denk ik niet had gedaan... voordat Isa Luder was. Ja? Wat, ja, wat ik jou net voor het uh, interview zeg maar, vertelde over... dat ik mijn vriendin, beste vriendin heb verrast met een tripje naar Ibiza. Uh, ja, het kan, weet je wel. Ik, net als met die vrijheid in mijn business. Ik had vrijheid, maar ik pakte het niet. Mm -hmm. um, ja, wat voor leven wil je eigenlijk? Dus ik ben veel bewuster gaan nadenken. En ja, ik kan wachten tot ik met pensioen ga... en dan dat soort mooie reisjes maken of... Uh, uh, weet ik veel. Uh, ja, ik, ik doe nu veel meer dingen. dat ik, Als ik het voel, denk ik, ja, laten we het gewoon doen. Weet je wel? En uh, zo ontstaan er zoveel mooie dingen. Uh, ja, echt wel. Uh, ja, mijn leven is denk ik wel veel rijker geworden. Ja. ja. En het is mooi dat je ook een business gebouwd hebt. Waardoor die rijkdom er ook in financieel uh, hein, financiële zin is. Ja. Waardoor je ook al die mogelijkheden ook gewoon kunt doen. Ja. Ja, ik voelde ook heel sterk dat ik zelf een retreat wilde gaan or organiseren. Oh. Ja, dus ik ben toen... Eerst was ik zelf naar dat retreat op Ibiza. Toen heb ik mijn vriendin verrast. Zijn we samen naar Ibiza gegaan. En ik was al wel een beetje bezig met kijken naar locaties en zo. En toen um, waren we daar en toen kreeg ik een mailtje van iemand die zei... Ja, kun, je kunt wel komen kijken. En toen dacht ik, oké, okay, dit had zo moeten zijn. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Toen dacht ik, ja, dit voelt goed. Ik heb daar gewoon een video opgenomen... Uh, Liefst mensen, ik ga een retreat organiseren. Laat me weten als je wil komen. Echt, salespace even snel gemaakt, soort van. En um, uh, het was in juni, geloof ik. Drie maanden later, of tweeënhalve maand later... zat ik daar zelf met een groep vrouwen een retreat te hosten. En ja, van tevoren had ik dat ook echt nooit bedacht. Ik deed toen alleen nog maar online coaching... en helemaal niet echt met groepen. Dus ik had mezelf echt in het diepe gegooid. Ook wel een beetje onderschat hoe intens dat is... Om zo'n hele week te hosten um, uh, zonder die ervaring. Ja. Uh, maar ja, wel gewoon gedaan. En uh, ja, sindsdien is mijn hele bedrijf ook veranderd. Ik doe nu veel meer coaching. Ik ben ook coachingopleidingen gaan doen. Um, het is veel breder. Waar het begon, zeg, maar, met mijn loop.nl, dan alleen een programma om vrouwelijke ondernemers te helpen groeien op Instagram. Heb ik nu hele groepstrajecten en ook één op één trajecten, maar veel meer. Op mind, body en business. Dus veel meer ook dat stukje mindset. En ja, zelf veel bewuster zeg maar je leven en je business creëren. En uh, vanuit de juiste energie. Dus um, ja, mijn uh, missie is ook wel een beetje veranderd zeg maar. Of hetgene wat ik doe. Ja, ook dat is dus wat dieper gegaan. Ja. Wat meer lagen gekregen. En, ja. Uh, ja. Heel mooi. Ja. 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 Dank je wel voor je verhaal. Heel graag gedaan. Ja. Jij bedankt dat ik mijn verhaal hier mocht doen. Ook heel graag gedaan. Ja, dank wel. Dankjewel dat je gekeken of geluisterd hebt naar deze podcast. En uh, als je het, uh, ja, ik hoop dat je dit heeft geïnspireerd. Voel je vrij om het te delen in je netwerk, want zo help je, help je me weer om uh, mijn missie te bewerkstelligen. Het taboe omtrent rouw doorbreken. Ik wil je alle goed wensen en dankjewel dat je er bent.